Ja, het seizoen. Ja. Streekproducten. Ja. Voor de parkros in Maldegem, bloemen en streekproducten voor de kersverse wereldkampioen. Ik heb gewoon terug mijn oude kleren moeten aantrekken. Maar ik ben natuurlijk heel fier op. Dus ja, ik zal zien wat vandaag gaat geven. Ik weet het niet. Het is nu 3 dagen geleden. Dus ja, een beetje vermoeidheid toch wel. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. Tijdens de cross speelt de nieuwe wereldkampioen geen rol van betekenis. Met de vele festiviteiten in de benen eindigt Vervecke 6e. Het zijn Albert en Nijs die de wedstrijd maken. Sven van Toerenhout en Klaas van Tornhout kunnen even volgen. Maar halfweg koers is het duidelijk. Het gaat tussen Sven Nijs en Niels Albert. In de finale maakt Albert een stuurfout in de zandstrook. Nijs slaat meteen een kloof en de weg naar de 26e seizoenszege voor Nijs ligt helemaal open. Niels Albert is tweede. David Willemses wint de spurt voor de 3e plaats. Sven Nijs neemt zo al een eerste revanche voor het WK van afgelopen zondag, waar hij door enkele valpartijen geen rol kon spelen. De bittere pil van zondag helemaal doorgeslikt. Hoe sneller je terug kan winnen, hoe sneller die wedstrijd vergeten is.